dit is ook echt de beweging die ik wil maken. Van jongeren die aan volwassenen vertellen over hoe het is om een scheiding mee te maken. Om gescheiden ouders te hebben. Wat ouders beter kunnen doen. En hoe ze dat dan moeten doen. We zouden als ouderen, als ouders, gewoon beter moeten luisteren naar wat voor kinderen belangrijk is. Leer ook wat voor scheiding. Zeg maar, als je het één keer doet, doe het dan niet drie keer. Ouders die veranderden ineens hun taalgebruik van papa en mama naar je vader en je moeder. En dat was heel pijnlijk voor mij. Ik had nooit elk jaar om weer met elkaar aan tafel te gaan. En de enige reden daarvoor was dan een diploma uitreiken van je zoon. En zeg nooit dat je kind naar de andere ouder moet. Zorg dat je kind niet tussen twee vuren komt te staan. Want dat is mijn ergste ervaring met de scheiding van mijn ouders. Een scheiding hoeft helemaal niet erg te zijn. Ik denk wel dat het in heel veel gevallen beter kan voor kinderen.